links naar het gras. De golven en de branding, ik wou dat ik een hondje was. Want hondjes zijn zo fijn, een hond is net een mens. Maar mijn grootste wens is om een bejaarde vrouw te zijn. En allemaal lekker klappen, ja. Dag wereld, dag zon, dag maan en sterren. Dag wereld, dag, 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 neem er toe. Dag wereld, dag zon, dag maan en sterren. Dag wereld, ik ben er lang niet moe. En weer ophouden, lieve mensen. Gezondheid, lucht, regenen en ballonnetje. Ja. Dag lieve mensen, kijk eens om je heen. De dieren en de kinderen, ik ben nog nooit alleen. Want kinderen keer op keer, die zijn toch heel erg fijn. Ook al zijn ze klein, het is toch mooi geschapen door de Heer. Ja, en allemaal weer een ballonnetje, een ballonnetje. Dag wereld, dag zon, dag maan, dag sterren. En dag wereld, de lach, dag je weer toe. Lieve mensen, hartelijk welkom bij dit gezellige familieprogramma waar het gaat om het gezin. Wat is de hoeksteen van de samenleving? Het gezin. Het gezin. Maar ook kijken we natuurlijk even in de camera naar al die zieke mensen thuis. Ja, ziek zijn is geen pretje. Gezondheid is toch het belangrijkste wat er is. Dus lieve mensen, waar u ook zit, ligt, hangt. Het maakt niet uit. Wordt beter. Maar wij gaan lekker door met een gezellig familieprogramma. Laat ze maar sterven. Maakt het uit. Wij zijn niet ziek. U wel. Dat is heel zielig. Dames en heren. Nee, we lachen nu wel, maar het is natuurlijk niet leuk. Ik heb natuurlijk hele slechte dingen gedaan vorig seizoen. Nee, het is zo. Ik heb de Russen niet de winter doorgeholpen. Ik heb veel dingen gedaan die heel slecht waren. En soms heb ik ook dingen gedaan waarvan ik dacht, had ik daar wel ja tegen moeten zeggen? Nee. Of toch? Nou, ik ben een maand geleden ben ik gebeld door een reclamebureau. En ze vroeg mij of ik mee wilde werken aan een irreële reclame. En ik zei van, nou, wie doet er nog meer aan mee? Nou, zei ze, Astrid Joosten, Aad van de Heuvel, Frank Boeien, Johnny Kraaikamp, Jeroen Krabbe. Dat heb ik heel erg lang nagedacht. Ik zei, ja, ik weet niet. Toen zei ze, nou, hoe ver moeten we gaan om u te overreden? Ik zei, nou ja, ik zeg tuurlijk. Ik zeg gewoon ja tegen de irreële reclame. Actie! Oké, ik moet weer. Oké, prima. Bedankt, Ronnie. Zie jou nog vanavond, hè? Doeg. Ja, ik vond het heel vervelend, want ik kwam Astrid Joosten tegen. En ik zei, hoi Astrid. En ze negeerde me. En Aad van de Heuvel kwam ik tegen. En ik zei, hoi Aad. En Aad zei, ook dat nog. Echt heel vervelend. Dus ik kan misschien beter nee kunnen zeggen tegen bepaalde reclames. Maar ik heb ja gezegd en het heeft vrij veel opgeleverd. Lijk. Maar, maar in ieder geval, daarom wil ik gewoon een beeld-te-beeld hebben. Want echt, ik werd uitgespuugd door bejaarden in liften, in bejaardentehuizen. Bejaarden spuugden hun kunstgebit naar me toe. En ze trapten op meteen. Ik sloeg ze gelijk midden in het muiltje. Maar toen dacht ik, nee, ik moet gewoon een beter gezicht krijgen. Want ik werd door... Niemand wilde meer met me eten, behalve Gert Berg. Ik bedoel, niemand. En zelfs werd ik genegeerd door de one and only leider van mijn Corbo, Cor Bakker! Moet je gelijk zoenen. Cor, jij vond het te ver gaan. Je had ontzettend veel slechte berichten horen hier van je collega's. Tony, Pieter, Laurens van Rooijen, Koos. En
Maar in ieder geval, toen dacht ik van nee, ik ga speciaal voor jou een fijn familieprogramma maken. En voor al die mensen thuis. En wat zou een familieprogramma zijn zonder drie bruidsparen? Ja! Yeah! Drie bruidsparen. Leuk. Maar ja, wat moet je ermee? Hartstikke bedankt. Kom jij bij mij? Kijk eens wat ik bij me heb. Oh, een kindje. Kom op mijn schoot. Oh, nou, we gaan er een gezellige avondje van maken. Hoe heet je? Tessa. Zeg je? Tessa. Tessa. Ja. Normaal zou ik kinderen dicht slaan als ik ze zag. Maar nu niet. Ik ben heel open tegen kindertjes. Ja? Poesje, mam. Kom mee, vrouw. Ik heb lekkere melk voor jou en voor mij. Krijg de prij. Oh, wat heerlijk willen wij. Poesje. Nee, nee, nee. Daar win je geen Oscars mee. Poesje. Nee, poesje. Poesie. Doe dan. Poesie. Poesie. Zinkreng. Poesie. Poes. Nou, ik heb een speciaal filmpje voor je opgenomen. Speciaal voor jou en al die kindertjes die thuis kijken. Er zijn natuurlijk genoeg kindertjes die thuis kijken. Mijn moeder met de buurman nu naar boven is. Of kindertjes die de babysit lichtelijk een erectie hebben bezorgd. Ja, die babysitjes bestaan er ook, hè? Je hebt kindersitjes en je hebt babysitjes. Waar je heel fijn op kunt zitten. Maar, en voor al die kinderen hebben we een speciaal filmpje. Ja. Voor kindertjes. Wat zeggen we als we een filmpje willen zien? Filmpje. Ja, filmpje. Wap. Ah, ah, ja. Nou, dat gaat lekker. Hadden, ja. Ho, 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 ho. Ho, ho. Ja, Annie, Luc, let jij op het paard. Dan ga ik de poppetjes verwelkomen. Ho, braaf gedaan, paardje. Sappen de flap. Poppo de clown. Oh, het was een ritje van je welste. Door woeste bergen en woestijnen. Ik heb best druk in een glaasje. Oh, Amilou, een glaasje rijden. Oh, sapper de flap. Is dat niet lekker? Mm. Nee, je bent er wat vergeten in te doen, Amilou. Oh. Nou, het was een drukte van belang. Sapper de flap. Je moet het niet vergeten, gek. Ja, dit smaakt lekker. Sappen de flappen had onze poppo weer een ruzie met de dikke doos. De dikke doos wilde mij dat ik optrad in zijn circus. Maar daar had ik helemaal geen zin in. Want ik wil reizen, want ik ben een reiziger van deze wereld. Sappen de flap, zien jullie dat thuis ook? Daar ging de kloek kloek. Klen voorbij. Sappen de flap, we moeten gauw wegwezen. Ja. Want we gaan lekker door met reizen. Nadidu. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, Boffo. Sappen de lap. Ik ben er klaar voor. We gaan weer de wijde wereld in. Ja. Dag bloemen. Dag vogels. Dag Pipo. Yo. Ja. Ik ben natuurlijk ook heel oncollegiaal geweest tegen collega's van mij. Zoals medewerkers bij de VARA en andere omroepen. En dat is een beetje vervelend geweest. En ik wil tegen al die mensen zeggen sorry, want we zijn toch één familie. Eén grote familie van God. En daarom schakelen we even over naar Sonja. Son, wat had je vandaag in je programma? Wat hadden wij vanavond in ons prachtprogramma? 12 mensen, 12 vrouwen die nog echt in klederdracht lopen en overal vandaan kwamen hier uit Nederland. Een
Portugese fado-zangeres die we nooit meer zullen vergeten. En over het studentenleven van de afgelopen 40 jaar. Daar vertelden over Kik Stokhuizen, Marcel van Dam, Ursul de Geer en Barbara Jurgens. En waar ging het nou ook nog meer over? Oh ja, over de rotzooi waarin we omkomen hier in die smerige grote stad. Dat was het om 9:05. Bedankt, Son. Ja. Waarom lachen we nou? Ik bedoel, maar ik was ook heel erg... Ik heb sorry nog nooit wat gedaan, hoor. Maar ik was ook heel onaardig tegen artiesten. Bevriende artiesten die toch ook kennissen zijn van God. En verre kennissen. Maar zo ben ik vervelend geweest tegen mensen die lichaamsgebreken hadden... of niet getrouwd waren, of gewoon Connie Vink heten. En tegen al die artiesten wil ik sorry zeggen. Maar er was één artiest waar ik wel het meest onaardig tegen ben geweest. En dat was... Wie was dat? Dat kan harder. Wie was dat? Nee. Dat is namelijk Ronnie Tober. En hij is hier vanavond. Geef hem een hartelijk applaus. Staande ovatie. Ronnie Tober! Dag Ronnie. Alles goed? Ja, heel erg goed. Ik wilde het eerst mijn excuses aanbieden voor alles onaardigheden die ik het afgelopen jaar tegen je gezegd heb. Dan wou ik jou iets zeggen, dames en heren. Heb je hem gezien, Les Miserables? Ja. Is hij niet geweldig? Ja. Geef hem daar een geweldig applaus voor. Klein, hè? Maar ik ben je dankbaar. Waarvoor? Nou, die ik mijn naam zo vaak genoemd, hè? Voor al die publiek, voor die comeback eigenlijk. Ja, natuurlijk, dat is toch geweldig. Dus noem je al Heintje Davids eigenlijk. Maar ik ga niet onaardig doen tegen. Ik wilde namelijk zeggen dat ik het heel leuk vind dat je bent gekomen, want veel artiesten kwamen niet. die konden natuurlijk niet, omdat je hier hebt geen invalide ingang. Maar. Voor Cor namelijk, want Cor heeft... maar goed, in ieder geval, daarom wilde ik... ik wilde ons vriendschap even accentueren met een gedichtje. Mag ik dat doen? Een vriend. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als erop aankomt, voor je bid... Ja, wie is nou hier bezig? Voor je bid en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient... Dan pas kun je zeggen, ik heb Ronnie Tober als... kut jongens, dit. Even over. Nee, het is echt gemeend hoor. Als je nou om alles gaat lachen. Jezus, zeg. Ja, dit heeft echt geen zin. Doe eens even allemaal omkijken of zo. Even verstand op nul. Doe net of je bij Frank Marsmeijer zit. Een vriend. Je hebt iemand nodig. Stil en oprecht. Die als erop aankomt, voor je bid en voor je vecht poten binnenhouden. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb Ronnie Tober als vriend. Ronnie gaat voor ons zingen, een nummer. En dat nummer ben ik heel blij omdat hij dit nummer wil zingen en niet een ander nummer. En, wat is er nou grappig aan? Dat is wel serieus. En het nummer heet... Morgen schijnt de zon voor jou. En zo is het eigenlijk ook. En nu gaat hij voor ons zingen... Morgen schijnt de zon voor jou. Ronnie Tober! Is everybody happy? Hey! Morgen schijnt de zon voor jou. Want dan zijn we samen... Ik heb zo lang gewacht op deze mooie dag. En morgen zal ik bij jou zijn met Wim de rode rozen. En wie vertelt jou dat ik al...
Manitober! Wat toch fijn om zo'n man in je programma te hebben. Zegt u? Kaas uit het vuistje. Ja, u zit er al helemaal in, hoor ik. Maar even over gewone mensen. Kaas uit het vuistje, zegt ze. Ik zou ook flink met die klauw in je bek zitten. Ik denk, ja, kom maar hier kaas uit het vuistje te eten. Maar even serieus, ook in vele familieprogramma's komen zogenaamde probleemrubrieken door. Je ziet heel vaak de tv-dokter, de radio, gynaecoloog, de video-oorarts. En natuurlijk gewone pedofielen. Maar wij dachten van, misschien moet er ook een probleemrubriek komen in ons programma. Ik heb gebeld met AVO Service Salon en met Belle Fleur en Tineke natuurlijk. En ik zei van, hoe doe je dat dan? Zegt ze, nou, dan moet je gewoon vragen aan mensen, als u problemen heeft, moet u gewoon een briefje schrijven naar Postbus 175, 1200 AD te Hilversum. En dan komt Bob de Rooij bij u onder het motto, Bob lost op. En Bob ging, kwam en loste op. Ik heb vandaag een brief gekregen. Nou ja, vandaag natuurlijk al eerder, omdat ik vandaag, dan zou ik het nu, dan, dat ken je natuurlijk niet meer. Ik heb een brief gekregen vorige week van een mevrouw uit Haarlem. De Smitse straat nummer 19, 3 hoog met 2 kubellen. Die mevrouw schreef als volgt. Beste Bob, ik ben zelf een willig vrouwtje van 39 jaar. Mijn man houdt erg van erotiek. Erotiek. Maar ik echter daarentegen, ik ben lekker gek op koken. Hoe moet dat nou? Kun je het oplossen? Een armzalig kookstertje te Haarlem. En toen dacht ik, waarom kun je dat niet combineren? En daarom dacht ik om in dit fijne programma, wat eigenlijk voor het hele gezin bestemd is, om erotisch te gaan koken. En we beginnen met het eerste gerecht. En dat is entrecut Tineke. Men heeft daarvoor nodig een entrecut, knoflook, tomaatjes, 2 perziken, een kiwi, een tomaat, of een banaan natuurlijk, want een tomaat dan moet je opzij van hier kun je ook opzij van met een Instagram. En je hebt daarvoor nodig een koekenpan, mayonaise, en we beginnen natuurlijk om deze heerlijke entrecut Tineke te maken. Met flink wat olijfolie. We beginnen maar zo'n 3-4 scheppen. Om hem lekker nat te maken. Heb je wel? Goed. Hier is dan de entrecote. En die gooien wij. Oh, hij is nog niet warm genoeg. Even wachten. Even doorspoelen. Misschien kan ik het ook gelijk zeggen. Als nagerechtje gaan we maken tiramisu Tineke. Daarvoor heeft men nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vingers. Ja, ja, maar 9 vingers. Maar lekker dat gaat worden. Afijn. Nou, die brandt vandaag. We gaan de entrecote ingooien. Ziet u hem lekker braden? Ziet u hem lekker grollen en smullen? De entrecote trekt gelijk terug, te dicht. En daar pleuren we gelijk wat tomaatjes bij. Maar op een zeer exotische, erotische wijze. Vervolgens gooien we daar de persik bij. Maar op een zeer erotische wijze. Wordt u thuis ook al een beetje dat u denkt... Dat ga ik morgen ook voor mijn mannetje lekker bakken en braden. Dan pakken we de kiem. Daar eten we eerst zakje van. En dan vervolgens in het pannetje. En de banaan. En ook de banaan gaan we er heel fijn... exotisch in. Op. En dan gaan we het lekker schudden en husselen. Totdat het lekker klaar komt in het pan. En een entrecote Tineke zou geen entrecote Tineke zijn als er niet flink wat mayonaise zijn. Ja. We draaien het zootje om.
gewoon lekker wachten en denken aan het nagerechtje. Daarvoor heeft me nodig slagroom die me gaat kloppen. Ik wil je beter even doorspoelen. Dan kom ik zo bij u terug. Klaar is, dan doet men de lange vingers erbij. 9. Men klopt weer. En ik toetje klaar. En zo bereid je voor je mannetje een heel lekker erotische maaltijd klaar. Ik wens u veel succes. En voor morgen... Ja, gezond eten is heel erg belangrijk. En gezondheid is eigenlijk het belangrijkste wat er is. En bent u nog steeds ziek thuis, dan hoop ik dat u snel geneest. Maar als we heel erg aan gezondheid denken, denken we natuurlijk toch aan de schurftepidemie die los is gebroken in Rotterdam. In Rotterdam is sinds een week de schurft uitgebroken. En aan wie konden we dat beter vragen wat schurft is en hoe dat eigenlijk gevonden wordt, dan aan zuster Reinie van Medisch Centrum West. Helaas kon zuster Reinie zelf niet hier aanwezig zijn. Ze zat in Lelystad en ze kon hier vanavond niet komen. Maar ik dacht bij mezelf, de schreeuw van de leeuw zou de tv-show niet zijn als we geen rechtstreekse satellietverbinding konden maken met Lelystad en Margreet Blanke. Het tijdverschil is ongeveer 4 uur en we zien haar nu in beeld. Zuster Reinie? Zuster Reinie? Hallo? Margreet! Zuster Reinie! Ik ben hallo Ivo. Hallo. Nee, Paul is het. Oh, hallo Paul. Dag zuster Reinie. Wat vindt u van de schurft in Rotterdam? En wat was je eerste reactie daarop? Wat vond jij van de schurft in Rotterdam? En wat was de eerste reactie daarop toen je het hoorde? Ja, nou ja, ik vind het hele enge toestanden. Ik hoop dat er medische goede stappen worden ondernomen en dat het niet zich uitspreidt. Dat is natuurlijk doodeng. Ja, wat zou je willen zeggen tegen al die mensen die er schurftig bij liggen in Rotterdam? Zou je iets reiniaals kunnen zeggen? Ik hoop dat de mensen die schurft hebben, dat die er zo snel mogelijk van afkomen. Ja, dat is heel handig, ja. Ja, nou, ik ben heel blij dat je even hier hebt willen komen. En dat je even je huis... Zou je wat willen zeggen nog? Ik zou het niet weten. Dat moet ik voorbereiden. Ik weet niet zo 1, 2, 3 wat ik moet vertellen. Ik hoop dat alle mensen in Nederland die op dit moment kijken, dat het daar heel goed mee gaat. Ja, dat hoop ik ook. Dat vind ik een heel sympathiek antwoord dat je dat even zegt tegen de, tegen de mensen in Nederland. Want ik vond het heel gezellig. Bedankt. Oké. Okay. Oh. Dag, Reilly. Ja, over schurft kun je... Gaan we doen? Gaan we klappen? Nee, over schurft moet je natuurlijk niet lachen, want het is al erg genoeg. Zeker als er familieleden in uw buurt zijn die schurft hebben. Daarom dacht ik van, zou het geen goed idee zijn om na het live aid over de mensen in Afrika en na Nederlandse artiesten zingen voor Israël, om nu ook eens iets te doen voor al die schurftleiers in Rotterdam. En volgende week vrijdag gaan we opnemen in de studio van Johnny Hoes een nummer speciaal met Nederlandse artiesten voor de schurft en tegen de schurft in Rotterdam. Dat doen al die artiesten belangeloos. Ja. En wat het leukste is, dat ze ook begeleid worden door Cor Bakker, belangeloos. Het nummer is geschreven door mijzelf. Hou dat toch eens op, man. Ik zit gewoon niet aan jou te tikken. Het nummer is geschreven door... Wat is er nou? Die belangeloos? Je gaat hem wel belangeloos doen. Het is voor het schurfdoel, hoor. Ik heb er ook al belangeloos aan jouw dingen toegezegd. Ik bedoel, je mocht wel naar het reumakuuroord in Roemenië. Nou, donder dan maar op. Jullie allemaal niet meedoen? Voor een goed doel?
Nou, krijg dan maar... Je weet zeker niet wat schurft is. Hoe krijg je maar flink de tering dan het combo, zeg. Schurft gun ik je niet, maar tering kun je krijgen. Nou, dan doe ik het zelf wel. Ik speel ook op piano. Dan moet je je voorstellen dat dus het volgende week is dan in de studio ergens in Rotterdam. En dan zitten allemaal bekende artiesten. Zeg ik, hallo, hoi, hi, hoi. Onwijs, hoi Helen, hoi. Gerard Joling, hoi. Ah, hey, hoi, zangeres zonder naam, hoi. Hoe bent u hier binnen getakeld? Ja, hè? Oh, met Manke Nelis neergekomen. Leuk hoor, hoi. Hoi, hallo. Nou, ik ga het één keer voorzingen en dan gaan we het opnemen. En José, zingen jullie maar samen, dat is beter dan alleen. In deze wereld is het heel erg raar. Mies Bouwman. Kijk in Rotterdam, altijd een gevaar, Pierre Carne. We zijn toch één familie van God en dat is goed. Danny de Munk. We moeten laten merken dat liefde zoveel doet. Connie Konings, geef ons nu een handje. Zing voor Rotterdam. Ria Valk, artiesten zingen luidkeels tegen de schurft die plotseling kwam meewoed. Ja, geef je liefde aan Rotterdam. Rob de Nijs, oh, zing dan als je durft. Rita Reis, papa, hoe dat heet nu? Zika pa ziekte en die noem ben schurft. Ben ik Nijman, geef je liefde aan Rotterdam. Hanni, ik heb hoofdpijn, maar het houdt ons in de greep. Rotterdam en gebruik wat vaker zeep. En Jules de Korte, jij zingt doorheen als Stevie Wonder. Gerard Joling. In ons Rotterdam, hoger Gerard, zijn velen nu besmet. Alpenzusjes, we hopen met recht dat Gerard Cox het redt. Mieke Telkamp, we zijn allemaal mensen. De schurft is zo groot. Alpenzusjes, we blijven maar zingen. Willy Alberti en anderen gaan dood. Maar we staan in vuur en vlam. Danny Christian, zing tegen die schurft in Rotterdam. Zangeres zonder naam, geef je liefde aan Mexico. Nee, Rotterdam. Ook in Nieuwe Sluis, Gerard Joling, want daar woont sinds een tijdje Gerard Koks, de schurftige Joke Bruis. Geef je liefde aan Rotterdam.